Hallo, ik ben Maria Hogeboom, 47 jaar en getrouwd met Adriaan. Ik heb de grote kerkbrand in oktober 1832 nog meegemaakt. Na de brand is de kerk afgebroken en is er een nieuwe gebouwd. De kerk waar je nu voor staat is gelukkig niet afgebrand. Hij heet de Gasthuiskerk of Kleine Kerk en is meer dan 600 jaar oud. Dit gasthuis diende als onderkomen voor vreemdelingen op doorreis en behoeftige zieken. Het gasthuis lag achter de kerk. Als je achterom loopt, kun je het zien liggen. Omstreeks 1630 werd de kerk te klein. Een plan van de timmerlieden Pieter en Bastiaan Vogelaar werd goedgekeurd. En op 2 juni 1651 werd de eerste steen gelegd. Kijk, daar zie je het nog staan. Een jaar later was de uitbreiding voltooid. Door de bouw van een beurs, hier aan de voorkant, kan men handel drijven zonder nat te worden. En daarbovenop is de uitbreiding van de kerk gebouwd. En dat is uniek in Nederland. Dus hier pingelen en daarboven bidden. In 1653 werd de voorgevel versierd met het wapen van Zierikzee, vastgehouden door een zeemeerman en een zeemeermin.